Zo, net even een lekker rondje gelopen met Frans. Eventjes beter zetten, zo. Met Fransje even hard lopen, wees hard lopen in het bos, in Gaston. Eventjes vier rondjes voltooid. Later wat oefeningen. Ongeveer 4,3 kilometer. Vier rondjes. Dat is de trimparcours. Wat we hebben in Gastel. Kun je mooi meten. Ik pak niet de oefeningen. Op eentje na, daar waar ik wat moet opdrukken. Dat ik wat oefeningen daar toch een beetje hou op mijn schouders. Naar huis. Thuis nog een serietje oefeningen doen. Buikspieroefeningen. Toch een beetje fit blijven. Hè? Als je wat met je leeftijd te maken krijgt, gaat allemaal niet meer zo makkelijk. Kindertjes die er dan aanvliegen of aankomen. Dat wil ik niet. Lekker een beetje fit blijven. Dus gaan we lekker aan de gang in het bos. Met Frans. Erg lekker. Ik zal het zonder begeleiding. Ik doe gewoon wat ik wil. Ik wil gaan uitbreiden dadelijk naar 5 rondjes. Dan zit ik op bijna 5,5 kilometer. Gaat een beetje op en af. Zoals ik zeg, het is in het bos. Tja. Lekker. En dan mijn eitjes gehaald bij de boer. Daar kom ik ook langs. Dat is een mooie automaat. Erg lekker eitjes overigens. Vers van de boer. Heerlijk. Niet te veel natuurlijk. We hebben net uitgelopen en dan gaan we weer de calorieën eraan eten. Dus dat doen we niet zoveel. Jongens. Sukkels. Mafkeertjes zijn het. Ik kon niet zien. We waren twee van die gapers. Jongens. Gapers. Ik heb ons een dialect gapers. Zo in één keer gewoon de weg overstaken. We gaan naar links kijken, maar niet naar rechts, terwijl ik van rechts af kom. Idiots. Mooi. In ieder geval onderweg naar huis. Dan gaan we daar nog eventjes de oefeningen doen. Ja, wielrenners, lekker door rood rijden. Dat kunnen jullie ook niet zien. We moeten die groep bijhalen. En dan rijden ze maar door rood. Zelf ook gewielrend. Ik weet wat het is. Ooit. Tourfietsen. Mountainbiken. Misschien moeten we eens gaan oppakken. Wat wel leuk. Natuurlijk een gravel. Dus Nijmegen, Groesbeek is dichtbij. In de Reek hebben we een mooie baan liggen. Ooit aangelegd of via Bad Brentjes aangelegd. In de Reek. Dat is een 5 kilometer baantje. Een snelle baan. Schijnt veranderd te zijn. Heb ik me laten vertellen. Verbeterd. En natuurlijk Groesbeek, een aantal mooie routes. Eerst met de fietsje erheen. Dan de route rijden. En dan weer met de fietsje terug. Dat deed ik toen ik iets jonger was. Maar misschien hebben we tijd om te pakken. Lijkt wel leuk. Lijkt me leuk om het weer een keer te doen. Nu moet de fiets weer gemaakt worden. Nieuwe ketting erop, nieuwe tandwielen erop. We waren versleten. Ja, een fiets ook niet meer zo vaak. Leuk. Goed. Bijna thuis. Goed, ik ga naar binnen toe.